Yo, kijkers van IMT, we hebben een nieuwe aflevering van GTA 3. We gaan eens even kijken als wij de plaster kunnen doen. You totally messed up. My ass is on the line and you can't even kill a goddamn fly. I paid you good money to kill that witness. And he ain't dead. And today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. He sounds mad. Let's go. How are you? Just do it. Dus we gaan die ambulance slopen. I like that idea. You won't. Alleen de vraag is hoeveel politie is daarbij? Ik hoop eigenlijk niet heel veel. Of moet een ambulance jat? Zou dat ook nog kunnen? Wow. Kijk, nog helemaal niks. Hey. That ain't fair. What are we doing? What is this doing this next? Oké. Meteen in één keer 4 sterren gewoon. Klein beetje erg overkill. Meteen 4 sterren. Hij lag wel heel erg in de games, by the way. Wow, die pauze in had. Holy shit. Oké, upstairs. Not so. Good ambulance. Really. Daar komt de ambulance weer aangeschuurd. Hoppa. Oh, rechter mag hem zelfs ook remmen. Oh. Dat wist ik niet. Toch ook maar wapens even terughalen. Hop, done. Gaan we weer. Boom. Nee, je gaat niet dit doen. Yeah. Zo. Die hebben we net al gezien. Sirius is mijn... Oh, twee zijn is mijn ambulance. Sirius gespawnt. Aan de ene kant ziet dat best wel goed eruit, maar de andere kant wordt totaal niet. Wat? Kast erop. En die ambulance uitroeien. Of rijden ze nu een andere route? Of rijden iets andere route? Waarom schiet dat tegen mij? Dat is echt gewoon onbeschoft. Stel dat je schoft is. Ik zie de ambulance rijden. Eén tikje tegenaan geven eigenlijk. Ik wil daar serieus net uitstappen. Maar mijn ambulance deed al... Boom. Die auto heeft ons nog al een klein beetje... Of toch niet? Of toch niet? Op. Right. Ik ga nog een poging doen. Echt, ik heb twee keer gewoon op en top weg gehad. Oh. Jongen, ik had ik een rij. Okay, gas geven. Net een vrachtwagen. What the heck? Oké. Okay. Garbage collector. Een hele grote variant. De auto rijdt misschien wel beter dan die andere. Ambulance. En die remmen zijn in rug.
Oh my god. Zo, weg met die politie. Totaal geen interesse in jullie. Die kant op. Harry. Hey, geld. Ja, jullie hebben geen interesse in om aan de kant op te gaan. Dan duw ik jullie maar een stukje aan. Nou, is daar gewoon één met een rocket launcher. Die gooi ik eruit dicht. Zo zie je toch helemaal niks meer normaal. Hop, die kant op. Stukje deze kant op. Ik heb natuurlijk geen wapens meer. Nu wel weer. Even een keer zo in en uit stappen. Niet meteen een wapen vasthouden. Want de game is natuurlijk gebouwd dat je een wapen oppakt in je auto. Bedankt voor de motorkap. Die mist ik toch al. Ze nemen overtollig gewicht. Ik heb nog nooit geweest in deze game in het voetveld. Maar het is gewoon een heel apart eiland in deze game. Daar hebben we hem. Wat zeg je, staat mijn auto nog in de fik? Maar nee dus. Ja, een brandweerauto. Ik moet wel een stuk minder snel te zijn dan deze. Echt dat jij me ophoudt, politie. Wat is hier? No police, please. Ik geef je dat nog een keer te falen. Oké, dat mag hier dus niet. Waarom stap je nou uit? Doe die cinematic cam uit. Ook echt enorm fijn. Dit even zo doet. Ik ben weer dood. De cheat werkt hier niet. Ik dacht probeer het met de cheat, maar nee. En hij stapte niet random uit, dat snapte ik ook niet. Waarom deed hij dat? En af en toe gaat die camera ook heel raar doen in deze missie. C, zo. Even zien, werkt hij nog? Ja, hij werkt in principe nog wel. Weird. Ik denk dat ik een glitch gediscoverd heb. Of de game trekt gewoon iedere miniseconde zoveel politie moet je minimaal hebben. Zou nog kunnen. En zo ga je best wel vaak dood eigenlijk. Voor een bullshit redenen. Ik ging gewoon met voorrang af. Ook al willen jullie het niet. You wanna kill me? Ik wil ook nog een gek aan voorkomen en dan... Nee, komt toch niet. Oké, dan gaan we nog een ronde. Poging 3.889.777. Oké, daar gaan we weer. Gaan we weer. Ambulance. Gaan we weer. Ja, op de ambulance weer aangescheurd. Tatu, tatu, tata. Hier naartoe. Dan gaan we weer. Hoe vaak heb ik zo gereden in deze missie? Wat is het voor? Er stond net wel wat. Oh, dit heeft nog heel
wel even shit aan uitstappen. Jongens, nu rijdt toch geen ambulance aan. Kom op zeg. Mission passed. Zo moeilijk was hij toch niet? Ik ben wel echt benieuwd wie D is. Ik zie volgens mij ook wel. Maar ik ga eerst mijn game even opslaan. En dan ga ik even kijken bij D. Maar dat gaat gebeuren in de volgende episode. Dus in ieder geval laat een like achter, geen niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!